Aan loop of op fiets, wie gewoon neus maar achterop. Kom, zal het wel op plekken, was nog nooit wespis. Het bleef gewoon genieten, plus voor oog en oor. En elk en zijn nou grandioos dat grun is. Man die pad, rood en zwart. Over dit en dat, lijfst en plat. Man die pad, vult me zwart. Door is dit en door is dat. Man die pad. Het is hier zo'n schitterende route. Ja. Je kom zo van Wezem af. Ja, met fiets. Ja, oh alles. Ja. Je hebt verder niks te doen. Maar oh. je loopt zelfs, je hebt niet eens een fiets. Nou, lopen. Dus je kunt doorgaan. Ja. Ja, toch. Maar dit is een fantastisch. Wie komt van Wezem? Ja. Dit is zo fantastisch. En we hebben ons eigenlijk tot voor jaar niet realiseerd dat het Rijdijp ook van Wezem naar stad loopt. Okay. En zelfs midden in de stad komt. Wist je dat wel? Jawel. Jazeker. Maar wist je ook wel dat Rijdijp uiteindelijk ook vlak bij Wezem langs, hoor. Ja, maar gaan er langs ook toe. Ben je Groningen van Oost? Zeker geboren en getogen. Ja. Staat je er, ja. Dan praten ze toch nog wat anders dan ze bij ons in Wezem. Ja. Want? Ja, weet ik niet. Wat zei je toen vaar? Verder. Ja, kijk. Ja. Ik hoor Zij komen uit Drenthe. Komst u Drenthe? Ja. Dus we hebben een pauze en we werken door en we werken een rondje eromheen. Wat doe je verwerken als gewoon maar? We werken bij de jeugdinrichting, het poortje, Elke. Oh, ja. Allebei? Ja. Dat is belangrijk werk. Nou, valt een beetje mee hoor. Liep je ook zwaar werk of valt ja, meer? Ja, wel zwaar. Zit je er vrij dicht op? Ja, bijna ja. Ja, ja maar het is nou dat met de dief werk dat je zegt van nou ik... Nee, dat niet, nee. Nee. Je zit echt aan de zorgkant? Ja, nee. Ik ben telefonist en ik werk bij de afdeling veiligheid. Dus. Ja, maar dan ben je wat dichterbij. Ietsjes, ja. Je kent altijd nog bel. Zij kent altijd nog bel ja. Van help. Ja, help. 112. Maar is het een zware put? Nee, valt mee hoor. Ja? Ja, valt mee. Wat valt met hem? Want ik heb er geen beeld van. Nou ja, het is ook een beetje wat je er zult van mogen natuurlijk. Hè. Wat voor mensen zitten er? Hè? Kinderen, tot 12 tot 18. 12 tot 18, die categorie. Die wat gedragsproblemen hebben of stoornis hebben of beperking. Hoe de regio of Nederland? Hoofdzakelijk wel, maar ja, daar krijg je ook wel uit. Andere deel van Nederland, ja. Ja. Ja, wat mooie verleer dan weer door zoiets. SPH, SPW, sociaal pedagogisch werk. Oké. Okay. Ja. Okay. En dit is waar wat je goud ligt. Ja. Ja. Je gaat noemen wat anders dan. Nou, ik hoop het niet, nee. Want, nee? Ik hoop dat ik nog met mijn leeftijd kan volgen en dat tot pensioen en dan is het gebeurd. En u dan? U? Ja, ik vind het. Ja, u. Ja, waarom zal ik jou. Wat? Ja, jullie mogen jij het in elkaar zetten. Ja, ik kom als een vreemde aanloop. Ik vind het heel netjes hoor. Fietsen. Zij zegt direct jut in me, maar dat... Ja, brutaal hè? Ja, wij zijn ongeveer dezelfde leeftijd denk ik, dus dan mag je jussen. Ja. Wie zijn wel dezelfde leeftijd? Wij? Ja. Oh, nou, dat wil ik nog wel in mijn camera aan. Ik denk dat je jongen met een orde van jongeren zit. Komt er ook mensen gewoon weer redelijk veer doet? Dat is wel de bedoeling. Ja, het is de bedoeling, maar hoe moeten ze er ook komen? Ze komen daar met een probleem natuurlijk. Kunnen ze van het probleem verlost worden? Nou, niet helemaal verlost, maar wel de goede weg worden geholpen. Maar ze moeten natuurlijk ook buiten de inrichting. Het is een gesloten inrichting, hè, dus ze willen ze het zo tot een minimum beperken dat die kinderen daar blijven. Ja. Die moeten zo snel mogelijk weer buiten de inrichting natuurlijk. Ja. Ja, en dan raak ik in ieder geval het zicht een beetje op kwijt, maar de hulpverleners aan zich waarschijnlijk niet. Maar. Ja. Maar je gaat er nooit onder gebukt of zo? Nee, ik niet. Je ligt er nooit een seconde van wakker? Nee. Nee? Nee. Dat het, is wel, het is wel een heel erg, ja, hoe moet je dat zeggen? Je projecteert het ook wel op je eigen kinderen toen ze klein waren. Dat is dan wel zo, maar ik lig er niet wakker van. Nee. Dat wordt er niet wakker. Nou, en je loopt nog een fijn, hoe lang ga je tussen de middag? Een half uurtje. Ja, ben je nou al om? Moet je dan een kooitje met hem, dan keert hem zo.
Maar ben je makelaar of zo? Nee, ik ben tentoonstellingmaker. Ah, dat is ook interessant. Ja. Dat is wel interessant. Ik hou van het vertegenwoordigen van kunstenaars, waarvan ik denk dat het werk gezien moet worden. Eén daarvan staat hier bijvoorbeeld een beeld van. Dat hele smalle beeld waar ja, je... Ja, ik zie het. Prachtig. En dat is van een kunstenaar Egbert Bos uit Veendam. Ja, ik zie hem, ja. En die maakt vol ijzeren beelden. Dat beeld weegt ongeveer 300 kilo. Oh ja. En als je nou iemand aandacht wil geven, moet je bij zo'n kunstenaar bezoeken. Nou, laat ik hem zo aan beneden. Ik mag hem neerzetten. Ja hoor, je mag zelfs u zeggen. Nee, maar dat is bijvoorbeeld de kunstenaar die ik echt ook wel laat zien bij de doos. Dat is Egbert Bos, hè? Egbert Bos, 77 jaar. En die komt eruit? Woont in Veendam en heeft in de jaren 60 Minerva de academie gedaan. Eerste generatie. Dat is wel een trutse indruk, vind je dat? Precies. Achter ook, kijk, hij staat ongeveer zo van hier ben ik. Hier. Ja, precies, zelfverzekerd. Door is Rijdijp en door is Oosterhoogbrug. Maar hier doe je dus in, dit soort dingen. Ja, ik doe er niet in, ik mondelinge reclame. En ik gebruik dit soort beelden voor tentoonstellingen. Ja, maar die organiseer je. Die organiseer ik zelf, ja. Bij de universiteit staan ook drie beelden van hem binnen. Dus in de, wat ze dan noemen, in de Kijk- en Jaardstraat heet dat de Harmonie. Ja. Nou, je daar naar binnen loopt, is vrij toegankelijk natuurlijk. Je gaat naar de lounge, dat is waar iedereen achter een laptopje zit. Daar heb ik drie van die beelden staan. Ook omdat ze vandaal niet gevoelig zijn. Ja. En als je tegenaan loopt, dan heb je een pijnlijk hoofd. Nou, mijn activiteiten zijn natuurlijk redelijk in het noorden gericht. Ja, want je woont in? Ik woon hier. Hier? Ja. Oh, dat is echt vlakbij, Johan. Ja. Dit hoes. Ja. Oh. En ik doe het liefst in het noorden, vandaar dat ik zei universiteit. En ik zit wel eens bij Pictura, dat is ook zo'n kunstgenootschap. Maar af en toe word ik gevraagd voor iets in Eindhoven. En dan denk ik, ja, hoe moeten we dat organiseren? Blijf ik daar bijvoorbeeld een keer een week slapen? Ga ik met mijn auto om de dag terug, als het wat langer duurt. Dus achter de horizon is altijd natuurlijk even, hoe gaat de logistiek? Ja. Maar goed, als ik het de moeite waard vind en er staan wat leuke dingen tegenover, bijvoorbeeld dat je bij een galeriehouder mag slapen, dan kun je ook gelijk goede gesprekken voeren. Misschien kan je als je weg bent, kan hij het overnemen van je, snap je dat? Want dat is wat ik wil doen, je moet het ergens kwijt. Of het nou bij een galerie is, of bij een verzamelaar, of met iemand met een dunne of een kleine portemonnee. Ja, maar dat doe ik dan in eerste instantie. Hoe komt een mens in zo'n beroep terecht? Nou, het bij postzegel verzamelen of zo? Het begint met je, toen ik een baan kreeg, heb ik mijn eerste... percentage van dat baangeld heb ik gebruikt om kunst te kopen. Want toen dacht ik, als ik nou dit verdien en ik ga direct dat, een deel ervan, hè, ik ga direct dat kopen, dan zal ik het nooit missen, want het is daar al bij allereerste keer afgetrokken. Oh. Dus ik heb nooit die maandelijkse betaling gemist, omdat ik die vanaf het allereerste keer dat ik geld begon te verdienen in de jaren 80 heb ik dat. Dus ik heb een kleine collectie opgebouwd. Door altijd dat bedrag maar te blijven gebruiken per maand. Ja. Om van kunstenaars iets te kopen die vrienden waren. Want vrienden van mijn leeftijd gingen toen de academie doen. Ja, en op een gegeven moment zegt de ene vriend van... Ja, maar die vriend van mij is ook kunstenaar. Is het niet leuk om daar eens iets van te kopen? Dus dan ga je ook je boekje te buiten. Dat je van handelsman gewoon. Nou, ik handel niet. Ik verzamel. Het is handelen betekent dat ik eraan zou verdienen. Maar je leeft wel van verzamelen? Nee, ik leef er niet van. Ik ben gepensioneerd. Ik heb dus pensioen. AOW? Ja. Ja, wie ook. Dus ik leef hier niet van, maar natuurlijk wil ik graag dat hij verkoopt. En als ik tig keer wat verkocht heb, dan kan ik natuurlijk een keer praten over Natura. Ken je dat? In Natura iets mogen aanschaffen. Zeker, ja, zeker. Ja. Dus daarvoor hoort wat. Ja, en als kunstenaars dat dan doorhebben, zeggen, god, je hebt nou 2-3 keer iets leuks van mij verkocht, zoek eens wat uit daar. Ja. Dan denk ik, oh ja, die heb ik altijd al willen kopen, maar dat kan ik gewoon niet betalen. Nou, en dan hoop ik dat ik daar wat voor gedaan heb. Daarnaast heb ik wat gekocht toen ik werk had. Ik heb natuurlijk gewerkt en al die jaren heb ik dat bedrag gebruikt. Wat heb je voor werk gedaan? In het onderwijs. Het onderwijs. Ja, in de ROC. Dat is? Nou, dat zijn die scholen voor, in opleiding voor beroepsopleidingen en zo. Okay. Regionale opleidingscentra. Okay. En daar gaf ik het softe vak maatschappijleer en ik heb bedrijfsleer gegeven. Okay. Je zal ook met jou nog kloppen. Dat is hier geweldig. Verstoor je wel plaat? Ja, zeker. Ik wil dat. Ja, jij ook? Ik niet. Oh, wordt wel op beeld gezet? Ja, vind je dat erg? Nou ja, ik zie er niet zo mooi uit nu. Ja, ik ben Groningen, dat mag me niks doen. Daar denk ik wel anders. Daar denk ik heel anders over.
Ik ben niet camera ready. Ach, ga toch nou toch wel, toch. Johan, dat flauwekul is. En onze, jullie wonen hier? Ik woon hier. Ja. Daar woon ik. Ik ben een vriend van. Ja, maar daar woonst u hier ook toch? Ja, nou wel. Ja, wat een mooi pand. Ja toch? En jullie staan, mag ik wel grennis proberen? Versta je het wel? Versta je het wel? Ja. Okay. Hoe kom je hier vandaan, op de buurt? Ik kom uit Zuidhoorn. Zuidhoorn? Yes. Zuidhoorn. Ik doe dat. Hoe kom je vandaan? Hoe kom je hier vandaan? Ja, is die dat hier woont? Ja, altijd? Is die geboren? Ja. Nou ja, geboren. Ik ben in het ziekenhuis geboren. In Groningen. Maar ik woon hier mijn hele leven. In dit huis. Oh. Ja. Hoe kom je hier zo'n huis dan alleen? Ga nou toch even over mijn mama. Leven? Ja, die zijn in Frankrijk. Oh. Die wonen in... Nou, die wonen niet in Frankrijk. Sorry. Die hebben een huis in Frankrijk. En daar ga je af en toe naartoe? Ja. Wat leuk, ja. Ik meende dat ik zelfs een beetje Engels accent bij je hoorde, maar dat kan niet kloppen. Nee? Nou, maar ze kan wel heel goed Engels, hoor. Ja? Shall we speak English? Will do? Nee. I'm not camera ready, zei ze net. I'm not camera ready. Nou, je staat er voortreffelijk op. Je staat wel buiten in de kou. Of vind je niet koud? Ik vind het lekker. Maar je vader en moeder zitten in Frankrijk. Ja. En jij woont hier alleen. Met je vriend. Die komt af en toe uit Zuidhorn. Een weekje. Ja. Haar ouders zijn een weekje weg en daarna komen ze gewoon weer terug. Oh, jammer, ja. En ja. Ik zag toevallig in jouw klompen, want dat vind ik wel prachtige dingen. Dat zijn mijn vader. Ja, die zijn van haar vader. Loop jij op haar vaders klompen? Is dat niet Link? Die zegt van, hé, ja, dat zijn mijn klompen. Ja, die ziet dat nu. Oh nee, die ziet dat niet. Nee. Straks wel. Maar straks jullie, jullie hebben wel een heerlijk vrij leven natuurlijk, even zonder ouders. En jij zit hier, jij woont hier gewoon een week in natuurlijk. Ja, zoiets. En we gaan dus af en toe erbij. Hartstikke mooi. Yes. Hij komt uit Zuidhoorn. Ja, ik vind dit nog mooi, Westerbeek Zuidhoorn. Ik ook. Prachtig. Ja, lekker afgelegen. Wij willen vanmiddag nog even wandelen in het weiland. Daar, dan heel mooi. Ja, dat is heel mooi. Heerlijk. Heb je ook kip of zo? Ja, die hadden wij, maar die zijn op. Die heeft een steenmarkt toegetakeld. Oh nee, wel? Ja. Jammer. Nou, leuk. Ja. Ik vind het een prachtig buurtje. Heb je ook een beetje een buurtvereniging of niet? Dat valt daar tegen. Daar zit mijn moeder in. Mijn moeder zit in de buurtvereniging, ja. Oh, wat leuk, ja. Ja. En buurtfeesten zijn er ook wel eens. Maar jullie wekken voor ons de indruk dat je hier nou, hier wou ik ook wel wonen. En niks doen, verder de hele dag en niks doen. Ja, dat lijkt me ook heel. Ja, het is nu vakantie. Maar jullie doen wel wat, ga je. Ja, zo net toch zo. Nou ja, nu niet. Met je huishoudelijke dingetjes. Nu niet. Ik heb hem vrij. Ben je helemaal vrij? Ja, nu je wel. Je doet niks? Nou ja, af en toe. Dus kranten. Wat me helpen. School. Oh. Welke school gaan jullie dan? Mensen altijd. Waar zit hij? In de stad? Ja. Ik moet wel even naar binnen, want ik heb pizza in de... Oh. Ja, nou, we hebben wel zin een stukje pizza. Dus we gaan het doen.